Patrick, goedenavond. Goed. Jij bent de organisator en ook de personal coach van de verkiezing. Kan je nog kort even samenvatten wat jij zoekt in een ambassadrice? Wel, het is zo dat we ons distancieren van de misverkiezingen in België. We zoeken echt een ambassadrice voor de wellness- en beauty sector te vertegenwoordigen. Dus die dame moet elegant, stijlvol zijn. Die moet uiteraard verzorgd voorkomen hebben. Maar in eerste instantie de link met de sector hebben. Dus schoonheidsspecialisten, kapsters, nagelstylisten of visagisten. Dat is al heel breed. Ik neem mijn draad terug even mee naar Patrick, de man die zo die perfectie nastreeft. Patrick, ik heb daar al heel wat nerveuze finalistes gezien. Zij zijn daar straks ook even bezig geweest over het prijzenpakket. Kan je dat even toelichten? We hebben een enorm groot prijspakket. Ik denk dat we toch wel, als we dan toch de misverkiezingen noemen, want heel dikwijls zeggen mensen en dames tegen mij, waarom mis wellness beauty, dat woordje mis erin. Misschien is dat wel een misgekozen naam van mezelf in 2010, maar dat is ook een beetje sexy naar onze pers te maken, want als we daar gaan opzetten, ambassadrice voor de wellness en beauty sector in België, gaat een beetje lang worden, dus daarom is de effectieve naam of staan is wel eens beauty in België. Nu, wat was uw vraag even? Ja. Nog even een beetje de spanning voor de dames doorbreken. Het prijzenpakket is enorm groot. Het was vorig jaar al groot, het wordt nog groter. Elk jaar groeit dat en groeit dat door onze partners uiteraard. De winnares die gaat een verblijf krijgen, net zoals Jody dat gekregen heeft, Miss Wellness Beauty 2017. Wendy, Miss Wellness Beauty 2016, die heeft al mogen ervaren. Door Bateau Bleu geschonken op de Seychelles, de Indische Oceaan. Met een zeilkatamaran van eiland naar eiland gaan varen. Een ongelofelijke belevenis, want ik heb dat met Anne, dankzij Christophe van Bateau Bleu, ook mogen meemaken. Dat is echt een paradijs. Dat is prachtig, daar heb je reuze schildpadden zitten. Allee, het is te mooi om op te noemen. Het Bounty Eiland is daar ook, waar de reclamespots opgenomen zijn. Dat krijgen ze voor twee personen, vol pension, een kok aan boord, een schipper aan boord, dus je kunt die beter hebben. Dan hebben we een juweel van Exclusive Jewelry by Vos, diamantair uit Antwerpen. Bijvoorbeeld, Christine heeft daar een ring gekozen, zit rond de 8000 euro. Ze heeft hem aan vandaag voor de dames op meer die willen zien. Dus dat moeten ze niet overvals hebben, sprak alsjeblieft. Dat is met diamantjes en met edelstenen, met de hand gemaakt. En Jody, onze vorige miss, is hier ook aanwezig. Ik weet niet of ze oorbelletjes aan heeft, ja of niet. Dus zij heeft oorbellen gekregen. Dat zijn allemaal waardes van duizenden euro's. De nieuwe miss mag zelf een juweel kiezen met de zaakvoerster van de diamantair met Karin, wat ze het liefst heeft. Dus een oorbellen of een ring of een armband of een halsketting. En gaan mee in de catalog kiezen. Dus dat wordt volledig met de hand voor haar gemaakt. Dan hebben we uiteraard van onze partners een heel pakket, dat is van Dazur Belgium, een tanning startpakket. We hebben van Utsukusi, zelfs gaan we Bartie straks ook vragen, hebben we voor de huidverzorging een gans pakket dat voorgesteld wordt. Enzovoort, enzovoort, is te veel om op te noemen, maar we zitten om en bij de 25.000 euro op de winnaars. Dat is zeker een moeite. Mag daar zo'n sloepje aangehangen worden aan die boot naar de Seychelles? Ik ga ook een busje. Via erin zit in de sloep. Ik zal eens goed op dus. Goed, Patrick, die prijzen kunnen ze natuurlijk niet zomaar winnen. Er gaat de finale show aan voor. Hoe waar gaat die plaatsvinden en hoe gaat die eruit zien? Wel, wij kiezen elk jaar voor een nieuwe locatie. Ik weet dat heel veel organisaties voor een vaste locatie kiezen. Wij doen die bewust niet. Waarom? Dat is een nationale misverkiezing. Dus we willen ook het hele land doorgaan. We hebben al Brussel gehad, we hebben al Antwerpen bij Hilton gezeten. We hebben eigenlijk vorig jaar in Genk, Bokrijk, Hangar gezeten, 58. Allemaal prachtlocaties. En dit jaar hebben we voor de eerste keer gekozen, omdat we toch al een jaar en 9 toe zijn. We hebben de eerste keer gekozen voor West-Vlaanderen en hebben we het Casino Cursaal in Oostende gekozen. Heel het casino afgehuurd, dus dat wordt een prachtige show met een enorm podium, een enorm scherm erachter. Dus ik kan mensen genoeg binnen, dus nodig een morveel uit, zou ik zo zeggen. Want de zaal is heel groot. Dus nu, even erop terug te komen, wordt die gekozen. Er worden heel wat punten gegeven.
gegeven moeten, wordt ook een examen gegeven. Anne zei er straks van diploma's enzovoort. Wij gaan, als we een weekje op reis naar de zon vertrekken, gaan de dames ook een beauty- en wellness-examen krijgen. Dus gaan we echt de algemene kennis staven van wat ze in de school geleerd hebben, wat ze in hun zaak doen enzovoort. Want dat is voor ons nog wel belangrijk, want een ambassadrice moet weten waar de sector bestaat en moet hem ook een jaar lang kunnen vertegenwoordigen. Amai, dankjewel. Goed, dankjewel Patrick en comité. Ik denk dat het tijd wordt om naar... Ja? Ik wil even onderbreken, want we zijn uiteraard met 5 comitéleden. En Dave is 1 van de 5, maar aangezien dat hem presenteert, kunnen we hem niet voorstellen. Dave Gijsels, hij gaat mediatraining aan de dames geven. Hij is in het dagelijkse leven toch wel een serieuze coach van een groot bedrijf in Europa. Dus hij weet waarover hij praat, dus de dames gaan echt wel goed gecoacht worden, ook naar personal coaching toe. En Dave staat ook in al jarenlang, van het eerste jaar van 2010, voor de choreografie. Dus hij gaat de dames effectief de mooie danspasjes aanleren voor in het casino en leren defileren. Daar gaan we heel veel op reis leren. Ik zou het niet beter kunnen uitleggen. Dankjewel, Bob. Goed, applaus voor het Nationaal Comité.